Goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, Auke, die heb ik al heel vaak voor de camera gehad. Hè? Auke van Laren, ik denk dat ik jou niet meer hoef te introduceren. Misschien in je nieuwe rol, maar daar hebben we het ons ook nog eventjes over. Ja. Maar wie ben jij? Jou heb ik echt nog nooit gezien. Ja, mijn naam is Rudolf Roos en ik ben verhalenverteller. Ik ben een van de deelnemers aan de muziek- en verhalenroute van komende zondag. Ja, nou, dat vind ik sowieso wel interessant. Maar verhalen vertellen, want dat noem ik mezelf ook wel eens. Hè. Ik vertel vooral de verhalen van anderen. Ja. Maar ik stel me zo voor dat jij dat anders doet. Want jij doet het hier live in de Klovenis Doelen. Ja, dat klopt. Ik pak vooral verhalen, vaak oude verhalen. Maar soms maak ik ook verhalen zelf. En dan breng ik die live, mensen die om je heen zitten, dingen die gebeuren. Het verhaal is elke keer een beetje anders. Dan neem ik mensen mee in dat verhaal. Hou jij ook rekening met kinderen in je verhalen? Ja, het verhaal wat ik ga vertellen is voor 8 jaar en ouder, maar ook interessant voor volwassenen. En het is een heel oud verhaal met een prinses, een enorme ijsbeer. Het is een beetje fantasy, zou je kunnen zeggen. Oh, dat is heel goed. Van alles en je kunt er heerlijk zo in wegdromen en het helemaal voor je zien. Dat is helemaal goed. En is het dan ook nog winters of is het... Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Een echt mooie winterval. Sneeuw en ijs. Oh, heel goed, heel goed. Ja, en vingers die blauw zijn van de kou en warme chocolademelk. En hoe laat speel jij, of ja, dat zeg je bij jou, hoe laat praat jij? Hoe zeg je? Half vijf. En, ja. dat duurt dan ongeveer een... Ja, 3 kwartier, een uur, zoiets. Oh, dat is leuk. Dus lekker warme chocomel erbij, muts op en luisteren maar. Nou, dat is heel goed. Ja, nou, Auke, ik zei het al, veel mensen kennen jou. Jij organiseert van alles. Nou, je was door de werkgroep Winterstad ook gevraagd voor dit evenement. Klopt, ja. Maar Rudolf is niet de enige die er is. Er zijn 11 acts. Ja, in totaal, ja. En wat heb je nog meer allemaal in de aanbieding in Middelburg? Ik zal er een aantal een beetje uitlichten. Het is eigenlijk een heel interessant programma waar allemaal ruimte is voor nieuwe dingen. Dus ook dingen die je nog niet eerder zou gezien kunnen hebben. Bijvoorbeeld Admiraal Oosterbroek doet ook een verhaal vertellen. En dat is ook hij is bezig met een dichtbundel. Heeft hij nog niet eerder laten horen, dit verhaal. En hij zoekt ook de interactie op. Het is ook gewoon voor veel artiesten is het gewoon heel leuk om een klein beetje te kunnen experimenteren. Dus ook bijvoorbeeld zo'n echt als spons en draad is poëzie met een beetje alternatieve muziek. Er is ook veel ruimte voor crossovers. Bijvoorbeeld Rozan heeft aan de Voice of Vlaanderen meegedaan, halve finalist geworden. Okay. Dus het zijn ook allemaal mensen met veel potentie in mijn ogen. Maar ook heel veel dingen waarvan je denkt, oh, dat ken ik nog niet en dan kan ik echt iets nieuws ontdekken. Ik zag dat er best wel wat bands ook dicht op elkaar staan geprogrammeerd of acts. Is het te doen om alles te gaan kijken of moet je eigenlijk... Nee. Echt kiezen. Ja, het is moeilijk hoor. Want als ik zelf als bezoeker zou gaan, dan zou ik ook alles willen zien. Maar je hebt soms gewoon 3 bands tegelijkertijd staan en dan moet je toch kiezen. Dus... Ja, en als er dan eentje heel goed is, dan blijf je ook vaak staan. Of als jouw verhaal heel pakkend is, loop je ook niet zomaar weg. Hè? Dus dat is... Maar ik zag dat er ook best wel wat bij elkaar in de buurt zit. Hè? Bijvoorbeeld bij 70 en bij de Herberg. Ajo bijvoorbeeld om de hoek. Is er ook nog iets wat helemaal aan de andere kant van de stad gebeurt? Ja, bij de Juf. Daar begint Sam. Dat is ook singer-songwriter, maar echt een beetje met een... rock sound en echt wel een hele krachtige stem heeft hij. Als ik me niet vergis, heb ik die gezien bij de popronde. Klopt. Dat is geen toeval, Auke van Laar. Die zat in jouw Rolodex. Ja, soms als ik iets heel goed zie bij de popronde, dan kan ik ook wel eens denken van hé, die moet gewoon een keer terugkeren naar Middelburg. Nou, dat was een van de eerste acts en die speelde toen bij Lokaal 39. En dat vind je altijd een zeer goede stem. Heb jij er nog wat aan toe te voegen, Rudolf? Want je bent er nou toch? Nee, behalve dat als ik niet zelf... iets zou doen in deze ronde, dan zou ik het super leuk vinden om een aantal te gaan bekijken. Ja? Maar het is ook leuk om zelf mee te doen. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. En dat is van jou ook weer, want je bent weer terug in Zeeland, dus dat is ook een soort dubbele manier van thuiskomen. Zeker, opgegroeid hier naar school in Middelburg. En nu weer terug hier een optreden. Nou, super leuk, welkom. Ja? We komen even kijken zondag. Dank jullie wel, heren. Dankjewel.